Vertel. Loopt weer tegen mei en 5 mei, dus dan gaat het over gedenken. Als je iets wil gedenken, of je kan dat tegen iemand zeggen, maar eigenlijk vraagt het om te kijken naar de oorlog in jezelf. Het lijkt me goeie, ja. Ja. En wat er nu gebeurt. Een enig historisch besef kan geen kwaad, volgens mij. Maar wat doe je er als individu mee? Want we kunnen naar een of andere ceremonie gaan. Komt dat dan werkelijk uit mezelf? Of zit ik weer gewoon conformistisch te doen? Mee te lopen met een kudde die lippendienst bewijst aan oh, wat erg allemaal en dit nooit meer. Terwijl de horror vandaag gewoon overal gebeurt. In de wijk, of in een land, of in jezelf, of in je eigen familie. Ja. Je trekt het naar nu. Het lijkt me handig. Ja. Het concreet maken, het direct maken. Ja. Ik vrees dat ik sowieso niet zoveel heb met ceremonieel gedoe. Ik vind het allemaal zo etaleren van dingen. Een beetje samen, kijk ons eens. Dan trekken we daar zo'n serieus gezicht bij. Dan lees ik liever een boek over de oorlog. Of over de gulag. Of... Ja, er zit genoeg bij wat dan raakt. Als je de horror leest, waar we toe in staat zijn als we niet oppassen. En als we ons in laten pakken door een of andere ideologische toestand. Ja, dat is wat anders dan allemaal maar helden laten zien. Of... En hoe bepaal je dat dan? En ken je ze echt? En hoe vaak is al niet gebleken dat een held er hele kwalijke hobby's op nahield? Dus ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. En waarom heb je ook helden nodig? Dat is ook alweer zoiets. En hoe vaak gebeurt het niet? Het komt ook soms in het nieuws. Dan iemand die valt in het water, wordt eruit gehaald. En dan duikt iedereen erop. Je bent een held. En dan staat zo'n man of vrouw daarbij zo van, waar heb je het over? Het is allemaal zo opgeklopt. Het lijkt maar gewoon natuurlijk gedrag. En als dat zo overgewaardeerd wordt, dan is er iets mis. Je zou iemand een schop moeten geven die het niet doet. Iemand valt om, nou, dan help je hem overeind. Moet ik daar een beloning voor hebben? Voor gewoon fatsoenlijk gedrag? Je wordt inderdaad vaak automatisch. Ja, natuurlijk. Dat doe je. Kijk, en vanuit het idee van er is een vrije wil en we zijn verantwoordelijk, kunnen we dat soort dingen allemaal richting heldendom of kwalijk gedrag gaan transponeren, maar dingen gebeuren gewoon zo. En het lijkt mij, als je niet heel erg fucked up bent, dat er een neiging is om welwillend te zijn. Het lijkt me gewoon natuurlijk. Ja, daar zit weer een ander mensbeeld achter, dat soort gebeurtenissen. Ja. En weer die hang ook naar speciaal. Deze heeft iets heel speciaals gedaan op dat moment. Dus de rest van zijn leven is gewoon een asshole, maar nou deed hij... Of niet, maar ik bedoel, ik ken hem niet. Alleen dat dingetje van 15 seconden wat dan op social media rondgaat. En dan hij is een held. Dan wordt iemand ook nog een keer gereduceerd tot één actie. En wat ik van de week of van het weekend al zei, van een mens is voor mij een hele compositie. Een multidimensionaal verschijnsel. Om dat te reduceren door één actie. Iemand doodt een ander, dan is die niks meer dan een... Hij is alleen maar een moordenaar. Nee, hij is veel meer dan dat. En daar heeft een moord plaatsgevonden, oké. Okay. Dat hoeven we niet te ontkennen, maar hij is niet alleen maar een moordenaar. Hij zorgde heel goed voor zijn parkieten. En dat is heel kwalijk, want dat betekent dat ze in een kooi zitten. We
Dat is een neiging die we hebben om dingen te willen simplificeren. Moordenaar, held. Dan hebben we het lekker voor twee puntjes verzonnen. Of slachtoffer, dader. I don't know. Lijkt mij te simpel. Ja, ik denk, ik zit ook weer van ons angst achter, want anders moet je het anders gaan bekijken. Ja, en dan moet je gaan nadenken en dan is er een nuance nodig. Een meerdere gelaagdheid en dan wordt het heel ingewikkeld. Veel handiger van, ja, dit is goed en dat is niet goed, klaar. Dat weet toch iedereen. Ja. En ik vind het ook vaak leuk om dingen, om ze duidelijk te maken, even flink uit elkaar te trekken. Maar in het dagelijks leven ben ik de kwaadste niet. Redelijk welwillend figuur. Zelfde ruzie. Te weinig eigenlijk. Ik ben gewoon te aardig. Iedereen mag mij altijd. Hoe ik ook mijn best doe. Ja, maar dat zijn altijd mensen die het alleen maar van een schermpje zien. Mensen die in mijn buurt zijn, meestal gaat dat vrij goed. Ze zijn soms heel even boos op me en dan gaat het erover. Ja, dat is jammer. En meestal kom je erachter dat er dan ineens allerlei aannames zijn dat jij vindt dat iemand zus en zo moet zijn en niet dat en dat. En of bij de functie, dan doe ik dingen die niet passend zijn bij mijn rol als spiritueel leraar. Inderdaad. Ik ben erg goed in mensen teleurstellen. Nee, ik heb daar ook wel even in gezeten. Ja, ik weet het wel. Maar jij bleef erbij. Jij bleef erbij en rende niet weg naar een klein... Dat is toch lekker, hè? Over een uurtje zo, pak een bijt, dan mag je lekker naar huis. Ja. Heb je toch in januari alweer een drieluik gedaan? Kun je mooi even op je karma-lijst invullen. Zo, die hebben we vast binnen. Marien. Een paar dagen was er heel veel angst. Ik kwam in de weerstand terecht. En ik dacht van, vind ik het dan zo? En als ik daar contact mee maak wat daaronder zit, is eigenlijk wat de eerste dag kort werd besproken, is een gevoel aan onveiligheid en behoefte aan veiligheid. En even niet roept dit onveiligheid op, dus daar wordt dan gezien, zeg maar. Ik merk dat ik daar heel graag bij wil zijn, omdat ik dan zie waar in het systeem nog een persoontje wordt geconstrueerd. En steeds als ik dat zie, zie ik dat het maar een persoontje is, zeg maar. Daar zit steeds de sleutel van, nee, als ik daarin stap en kijk, en zodat ik herken dat het daar ergens iets is, of waar zit hij nu weer. Ook weer de uitgang is. Ja. Als iets hardnekkig is, dan moeten we gewoon ietsje geduldiger zijn. Ja. Er zit zo de toon in nu, zeg maar. Ja. Het moet nu geregeld worden. Dat bedoel ik. Het is heel fijn om te voelen dat niet in overeenstemming is met wat daar beneden nog gebeurt. Ja. Zelfs als er iets hardnekkig is of een stuk in ons is wat bang is, heeft hard gaan duwen een averechts effect. Je moet het juist een beetje meer ruimte geven en het, als het ware het gevoel geven dat het zijn tijd mag nemen om te openen en op te lossen. En dat is dus zo'n bijna counterintuitive dingetje. Want iets wat heel sterk zich manifesteert, hebben we direct de neiging om
kracht op te gaan uitoefenen. En we moeten precies het omgekeerde eigenlijk doen. Als je dat een aantal keer doet, wordt dat weer geïntegreerd in je intuïtief systeem. Dan, zodra er meer intensiteit is, is er meteen een back-off. Dat is heel fijn. Dan kan het systeem helemaal voelen dat het mag zijn zoals het beschrijft. Ja, en dan heeft het nodig, want dan pas gaat het open. Dat wil ik wel. Ja. Ik woon langs een drukke weg, zeg maar, of je over bonk en de buren en zo. Een tijdje geleden heb ik het idee van een koptelefoon aangeschaft, een tijdje naar rondgelopen. Ja. Een tijdje heb ik teruggewacht, omdat ik merkte dat ik daarmee bezig was, eigenlijk ook mijn weg stond om niet aan te gaan wat hier gaat is. Zeg. Mm-hmm. Ik merk nu dat ik mijn pijlen richt op van ik wil verhuizen naar een andere plek en hoe moet ik dat gaan doen. Dus ik kom niet in actie, dat zie ik ook. En ik heb het idee dat het eigenlijk net als die koptelefoon is. Dus ik beter het maar even kan laten en het systeem met blijkbaar hier op deze plek waar ik nu woon ook met dit contact. Ja, en dan kijken wat daarmee kan en dan kun je altijd nog verhuizen. Ja. Dus soms is de vraag goed van in een situatie, heb ik hier al mijn creatieve vermogens al gebruikt? Nou, als het antwoord daarop nee is, kan ik beter nog even volhouden en blijven zitten om te kijken of ik nog iets ermee kan. Of ik er iets van kan leren. Als het antwoord is, ik heb alles al geprobeerd, nou dan is het signaal heel duidelijk, get the fuck out of there. Want we hebben een geweldig vermogen om er een slechte timing op na te houden. Dus ofwel te vroeg iets te gaan doen of te laat. Idealiter is het spot on. Dan hebben we even terug naar een muzikaal gebeuren van die basnoot, die moet daar. Niet een halve seconde eerder of een halve seconde later. Daar. Nou, zo'n soort muzikale timing kun je ook in het doorvoelen of aankijken van issues intern of extern gaan krijgen van zo. Het is maar op één moment goed. Dit is het moment. Ja, en nu is er actie nodig in dit moment, want ja. Dit klopt nu. Ja. Stemming en timing.
spirituele mensen die zijn soms ook heel grappig. Ja, zat ik een sessie te doen. En de dame in kwestie zat iets aan te kijken en te doorvoelen en op een gegeven moment klaarde dat op. En net op dat moment kwam er zo een lichtstraal binnenvallen en ik kreeg helemaal zo'n glimlach en je zag gewoon dat daar iets van gemaakt werd. En daarna begon ze ook van, nou, dat is toch zo toevallig, van dat dan net op het moment dat bij mij, en dan komt er zo'n, ik zei, ja, nee, natuurlijk, er is een of andere onzichtbare magische kracht en die heeft die zon precies op die plek weten te krijgen en de aarde daar, zodat die wolk net op tijd aan de kant geveegd kon worden en die lichtstraal door het raampje van mijn spreekkamer in jouw gezicht kon gaan schijnen. Nee, natuurlijk, zo belangrijk ben jij dat dat allemaal even geregeld wordt, zo. Toen was die glimlach weg. Die zonnestraal magische wijze ook. Dat vind ik zo leuk. Dus ik had een hele goede sessie. Oh man. Dat is zo schattig allemaal. Je hebt ook mensen die rijden dan op straat en dan komt er ineens zo'n lichtstraal waardoor ze niks zien en dan krijgen ze een auto-ongeluk. En dan is het niet ineens een spirituele magische kracht, weet je wel. Het is heel wonderbaarlijk, het is gewoon hetzelfde licht. En in beide gevallen waren nog de zon, nog de wolken iets van plan. En ook niet speciaal in de persoon in kwestie geïnteresseerd. Maar goed, wij vinden dat leuk dus, hè. Betekenis leggen in dingen. Die totally random zijn. Ik vind het schitterend. Ik was vroeger ook zo. Je weet het, hè? Vroeger was ik heel spiritueel. Dus... Oh, joh, joh. Wat is het magisch denken dan? Heeft dat bevestiging? Omdat wij de neiging hebben betekenis toe te kennen aan dingen. En de neiging hebben onszelf en ons leventje heel belangrijk te vinden. Die twee componenten heb je op zijn minst nodig. En er zit heel diep het idee in, niet alleen betekenis, maar van bedoeling. Ja, er gebeurt iets wat gewoon toevallig is, of de omstandigheden die waren gewoon zus en zo. En dan gebeurt er iets en dan, ja, dat moest zo zijn. Nee. Maar ja, dat vinden we heerlijk en daar krijgen we hele warme gevoelens bij. Want ergens hebben we, denk ik, het gevoel dat leven tamelijk willekeurig is en basically brutal enzovoorts. En als we dan toch af en toe van die momentjes hebben, dan, ja, dan is er toch een soort goddelijk plan of een diepere bedoeling. En ja, oh. Daar worden we dan lekker warm van. Ik er niet. Ik vind het kleverig. En dat we dus ook zo speciaal zijn dat er, met of zonder dat het een naam krijgt, iets zich bekommert om ons welzijn. Dat vinden we ook heel fijn. Ik zou het bar irritant vinden, bemoeien met je eigen zaken. Mijn leven, weg. Don't save me. Don't intervene. Komt wel goed. Ja. Ja, dat is ook zo, daar hoef je niet heel diep in te geloven, maar dat geeft aan dat er allemaal van dat soort dingetjes in ons, daar had ik het over, van dat ik soms nog van die dingen hier ook merk. Ja. Dan heb ik bijvoorbeeld een intens gevoel van dankbaarheid en dan moet het, en dan kijk ik automatisch en dan zit die rare atheïst, die zit. Of dan hebben we het over van, nou, dan moet ik ineens aan mijn moeder denken, weet je wel, en dan gaat het, ei ma. Ja. Het slaat hem nergens op, maar dan merk je ineens van, ja. Daar is die programming, weet je wel. Ik geloof er geen hout van, maar die beweging die... Er is geen verhaal. En dan moet ik weer denken aan het boek van Maarten Boudry, waar ik ook
Ja. En die heeft het over de laatste aflevering van de Soprano's. Dat einde is fantastisch. Ja, nogal. En ik hoorde ook mensen die daarvan over de zijk waren, maar ik vond het echt fantastisch. Gewoon een parashot en gewoon verkeer, ja. Niks. Blank, black. Ja, dat is briljant. Ja. That's it. Alleen het woord wonderen kwam nog bij mij, kwam bij mij net naar boven. Ja, ook zoiets, ja. Hè, dus de wonderen creëren. Ja. Want dat, hè, dat verhaal van de, dat deze vrouw denkt, ik creëer nu een wonder. Ja, misschien, ja. Er is een ik die een wonder creëert. Ja. Dat zie je in de kerk ook, dat er allerlei wonderen, hè, dus verhalen over wonderen, want dan moet je er wel in geloven. Ja. Ja. Wonderlijk betekent eigenlijk alleen maar dat het onverwacht is, verder niks. En dat kan dus voor een hartaanval gelden, voor een hypergezonde riet van 23, als voor een plotseling onverwachte, weet ik veel. Waardoor het ineens goed gaat met iemand, die is ineens zijn trauma kwijt. Of het betekent gewoon dat het afwijkt van wat normaal het geval is, ja. Dat kan. Dus het begrip synchroniciteit vind je ook magisch denken. Er zijn sommige dingen die raar lijken samen te vallen. Mm-hmm. Maar het ligt eraan hoe je daarnaar kijkt, weet je wel. Hoeveel data gebruiken we om te bepalen of iets een samenkomst van omstandigheden is die een enorme mate van onwaarschijnlijkheid heeft. Weet je, we hebben een neiging ook van, dat is ook met ingevingen zo, van je hebt een keer een ingeving en die blijkt te kloppen, die onthoud je. Maar de 300 ingevingen die niet kloppen, die vergeet je. Dus die hersenen die hebben allerlei effectieve functies. Want anders krijg je een overload om van alles buiten beeld te houden en op sommige dingen te letten. Ja. En heel veel daarvan is aangeleerd. Dus als wij getraind worden om op synchroniciteiten te letten, gaan we ze overal zien. Ja, ja. Ja. En een voorbeeld wat ik eens eerder heb gegeven, want er was een jongen die had iets met getallen en ik weet het exacte getal niet, 33 of whatever. En we staan te praten in België op dat, in dat klooster waar we dan naartoe gaan. En hij had het erover van dat hij dat zo wonderbaarlijk vaak zag en zo, weet je wel. En ik stond daar zo een beetje, zoals ik altijd sta, een peukje te roken. En ik kijk zo en er staan iets van 25 auto's daar, niet 33. En ik kijk naar die nummerborden en er was geen één nummerbord waar 33 op stond. Maar daar had hij niet geregistreerd. Maar als er één had gestaan met 33, die had hij geregistreerd. En zo kan je, als je niet oppast, een enorme fixatie ontwikkelen. Die in dat geval tot een soort fobisch toestandje leidt. Maar langs de positieve kant kun je je trainen om te leren letten op toevallige samenkomsten. Ja, ik zie soms dingen samenkomen, dan denk ik van wow, amazing. Weet je wel, maar 3 miljard keer zijn dat dingen die helemaal niet samenkomen. Of ja, die komen altijd zo samen. Als ik lang genoeg die waterkoker aanzet, ja, hij gaat altijd koken. Ja. Nooit als ik er alleen maar naar kijk. Dat zou nou eens iets zijn. Weet je wel? Hij gaat koken. Ja. Dat zou verrassend zijn op zijn minst. Dus ja. Waarbij nog komt, als ik nog even door mag zeuren, dat het simpele feit dat je er bent, of op zijn minst denkt te zijn, en die vingertjes die bewegen, je kunt luisteren, je kunt kijken en een soort van denken, en je verplaatsen en al dat soort dingen, is daar al niet wonderbaarlijk genoeg. En dan zit ik met mijn domme hoofd net een beetje stil zo, en dan hoor ik buiten, ik denk een vink of een mees of zo, en dan komt de gedachte op van, oh ja, ik zit naar 300 miljoen jaar evolutie te luisteren. Met een ding wat ook zo door allerlei samenkomsten, knooppuntjes en weet ik van wat ontstaan is. Motherfucker! Daar is even wat. En dan kunnen we het ook nog over deze rare dingen hebben. En er wordt niet op ons geschoten, het is lekker warm.
We zijn goed doorvoed. Best day of my life. Laatst was ik aan het praten met een collega en ik vroeg hem, zou er nou werkelijk ooit iemand op een bananenschil zijn uitgegleden? Maar nogmaals, het gaat erom hoeveel data. Dus oké, je hebt het over, met hem over een fietsband en over een auto en over je werk en al die dingen, die toevalligheden treden niet op. Het simpele feit dat het opvalt, dat het bijzonder is, geeft aan dat het bijna nooit gebeurt. Dat is wat het betekent namelijk, iets bijzonders. Mijn hond die gaat altijd om een bepaalde tijd opstaan en ik heb me laten vertellen dat dat komt omdat de hoeveelheid moleculen dan van iemand die weg is dalen. En dat is altijd hetzelfde en dat pikken ze op en dan weten ze van om 4:30 komt die thuis. Daar projecteerde ik vroeger ook iets magisch in, want de hond bij ons thuis deed dat ook altijd. Ja, mijn vader kwam altijd op hetzelfde moment thuis. Dus 's morgens is hij er, er hangen zoveel geurmoleculen in huis. Die zijn om 4:30 tot een bepaald level gedaald en dan komt hij binnen. Nou, hij reageert daar gewoon op door op te staan. En dan denken wij, hij voelt hem aankomen. No, he doesn't. It's science. Van die dingen, zo leer je nog eens wat, weet je wel. En ik vind het altijd prettig, iedere vorm van, hier dan, hè, anderen doen, moeten ze zelf weten. Iedere vorm van magisch denken die eruit kan, is voor mij winst. Verbanden leggen die er niet zijn, of die getrokken worden op basis van verkeerde conclusies, vanuit romantisch spirituele noties, hoe meer daar ervan af is, hoe helderder je kan kijken. En dat is al een wonder op zich, nogmaals, wat ik net zeg, dat je kan kijken. Dat je een reden hebt die je zou kunnen leren gebruiken. Motherfucker, dat is echt zo gaaf. Dat zouden ze iedereen moeten leren vanaf dat hij 10 is. Ik begin er nou op mijn oude dag achter te komen. Wat moeten ze leren? Een hersens gebruiken. Oh, een hersens gebruiken, ja. Kijk, het is net zoiets van iemand die pakt voor het eerst een dartpijl en gooit hem meteen in de bullseye of in de triple 20. Nou, dan kun je gaan zeggen van, oh ja, een heel verhaal kun je daarvan maken. Nou, ik zou hem een uur lang willen zien gooien. En dan eens kijken, dan kun je gaan zeggen van, nou, er zit een beetje talent op of niet. Niet na één pijltje. Nou, zo'n toevalligheidje is gewoon één pijltje valt goed. Als we hier 100 keer een pijltje omhoog gooien, een keer staat hij bij iemand precies in het kraanchakra. Misschien de eerste keer. En dan kunnen we daar een heel verhaal van maken. Weet je wel? Is dat ook met affirmaties maken? Als je het maar genoeg doet of op de juiste manier. Ja, dan train je je geest. 10.000 niet uitkomen en één wel en die gaat dan yes. Bewijzen van het is waar. Kijk, weet je, het is heel simpel. Hè? Meneer Pavlov die heeft dat in de jaren 30 of zo al ontdekt. Als jij een dier, een rat of een hond, op een knopje laat drukken en 2 keer eigenlijk van de 10 keer komt er een snoepje uit, dat is genoeg om hem te laten blijven drukken. Ja, precies. Ja. Nou, zo is met dit soort dingen ook. Het hoeft maar af, het hoeft niet 10 van de 10 keer... om het idee te krijgen, als ik op een knopje druk, krijg ik iets lekkers. Af en toe. We letten alleen op die af en toe. Die andere keren, dat doet er niet toe. En klik, klik, klik. Ja, zie je wel, als ik op een knopje druk, dan krijg ik iets. Nee. 1 van de 10 keer of 1 van de 30 keer. Maar dat wordt gewoon uitgefilterd. En terecht, want het gaat om dat lekkere dingetje. Of wat ze ook bij ratten deden, amfetamine geven. 1 van de zoveel keer. Nou, ze konden niet ophouden. Ze hielden op met neuken en met eten en alleen maar... Lekker! Alles wordt uitgefilterd behalve dat ding. Dat is gewoon brain function.
Nou, en als je maar blijft roepen tegen jezelf, alles is goed, alles komt altijd goed, alles is, komt altijd goed, dan ga je gewoon intelligente delen van je systeem uitschakelen. En je wordt een soort van, altijd komt alles goed. Nee, you're dying, you cunt. Alleen je let er niet meer op, want je drogeert je geest. Alles komt altijd goed. Iedereen, er is alleen maar liefde. Iedereen is altijd lief. Jesus Christ, op welke planeet woon je? Lees je nooit een krant of zo? Weet je wel, kijk je nooit eens om je heen wat er gebeurt. Het is terrible. Maar goed, mensen moeten doen wat ze niet laten kunnen. Dat, en dat zullen ze ook. Het is echt hilarisch. En ik vind het leuk, dit soort dingen, omdat ik dus, wat ik al zei, vroeger, ik heb echt de meest bizarre dingen gedaan en geloofd. En alleen het hield allemaal geen stand. En op een gegeven moment ga je nadenken. Dan ga je je van Darwin gekregen hersenen gebruiken. En van, dit is gewoon crap, weet je wel. Van, ik zit allerlei theorieën in elkaar te prutsen die totaal overbodig zijn. Het voegt niks toe. Een vriend van mij die beweerde dan dat affirmaties, dat als je dat goed deed, dat bestond. Ik zei, maar ik geloof ja, dat het bij jou niet bestaat. Of niet, dat weet ik dan ook niet, maar het is wetenschappelijk bewezen. Ja, sure, tuurlijk. Dat soort, ja, laat maar. Ik zie, je mag erin geloven. Ja, ja. En als iemand, kijk verder, het maakt verder niet uit, van als iemand zich daar lekker bij voelt. Ook, er zijn ook mensen die vinden het heel die lekker voelen om dan zetten ze een bord neer. En dan moet dat of moet het aan die kant, dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet dat mes gewoon precies recht liggen en die vork en die lepel ook. En die pennen die moeten ook zo heel recht. En ja, dat geeft hen een prettig gevoel. Ja, okay. Doe maar, ik flikker het wel gewoon op tafel en als het zo ongeveer binnen handbereik dan glaasje neerzetten, tjaka. Geloven. Ik geloof helemaal niks. Heerlijk. Ik geloof dat iedereen knettergek is, dat wel. Nee, dat geloof ik niet, dat kan ik bewijzen. En dat affirmeren vind ik om nog een reden heel bizar. Hetzelfde overigens als positief denken. Je moet namelijk negatief zijn om positief te gaan denken. Zou je dan niet naar dat negatief zijn kijken en wat daar aan de hand is? Is dat niet handiger? Dan de hele tijd tegen je programmering ingaan en van nee, alles komt goed. Iedereen is lief. Jesus Christ. Als ik zo was, dan ging ik liever nog een joint roken. Dan hoef ik daar allemaal niet te denken. Ik kan niet eens denken als je stoned bent, weet je. Dan loop ik gewoon een beetje zo van, hey man, hoe is het, jongen? Ja, alles is liefde, man. Like peace, no war. Weet je wel. Dat heb ik ook gedaan. Jezus Christus. Wat een hekel. Ja, dit is eigenlijk gewoon iets wat door me heen gaat of sowieso. Van het is kijken voorbij oorzaak en gevolg. Ja. Ja, of heel goed kijken naar oorzaak en gevolg, maar dan hoe het feitelijk is zonder er iets in te projecteren. Helderheid, daar ben ik een fan van. Yes. En dan werkt het dus op twee levels. Dan kun je heel goed zien wat de oorzaak is wat tot iets leidt. En je kunt zien dat jij, dat wat kijkt, vooraf gaat aan dat hele causaliteitsprincipe. Hoe cool is dat? Cool. Ja. Dan hoef ik er niks bij te slepen. Gewoon kijken. Ja.
dat denk ik ook nog te zeggen. Nee, ik maar, ook niet. Als je dan denkt, als wij in een matrix zitten, tenminste soms heb ik dat gevoel of idee dat het een matrix is waar we in zitten, een energetische matrix. Nee, gratie. Dat er verschillende dimensies zijn. Ik weet dat jij gaat vooraf aan alles. Ja, nogal. Het is niet echt en toch is het ook weer wel echt. Dus is het niet zo dat er ook verschillende dimensies zijn waar, dus in deze ruimte zeg maar, waar dus, als je het dan over engelen en aliens en dat soort dingen hebt. Ja, dat vertel me niet over. Nee, maar ik... Dan wou ik even helder aan. Ja, dus dat het een... dat wat je bent gaat aan alles vooraf, maar wat wij hier zien is toch, is echt maar ook niet echt. Dat in de persoonlijke ruim, zeg maar, dat daar wel die dimensies ook zijn. Ja, nou, kijk, afhankelijk van hoe je perceptie is, kun je andere dingen waarnemen. Ja. Als je dat bedoelt, ja. Oké. Okay. Ja. En daarom zei ik al eerder, van we zijn multidimensioneel. Als je totaal geïdentificeerd bent met een stuk depressie, ben je echt een totaal ander iemand. Dan heb je een andere perceptie van je omgeving dan wanneer je gewoon vrij blij en ontspannen rondkijkt. En als je aan het dromen bent, overdag of 's nachts in je bedje, zijn er totaal andere belevenissen mogelijk. Of als je bepaalde middelen neemt. Ja, dus er is heel veel variatie in wat we kunnen waarnemen. Ja. Yeah. Sure. En een heel deel wordt gestuurd door culturele imprinting. Ja. Want je moet al bijvoorbeeld van engelen gehoord hebben en daar plaatjes van hebben gezien om ze te kunnen zien. Ja, dat is waar. Ja, dus ik geloof er niet in. Okay. Want ik vind het uiterst verdacht, heb ik vaker gezegd, als hier iemand een bijzondere ervaring heeft, dan is het moeder Maria. Maar in India zien ze Krishna. Ja, wie is het nou? Ja. En nooit omgekeerd, hè? Er is geen enkele Zuid-Amerikaanse stam die in Huacabula Potel gelooft, die ooit Krishna gezien heeft of Maria. Totdat die Spanjaarden kwamen en dat er even goed in ramden. Ja. Toen zagen ze allemaal Maria. Dat is toch wonderlijk? Ja, dat zegt mij genoeg. Het is allemaal aangepraat onzin. En een ander ding wat de hersenen doen is als ze iets waarnemen wat ze niet herkennen, maken ze er iets van wat ze wel kennen. Dat is wat ze doen en dat is keihandig. Maar daardoor kun je ook denken dat er een enge vent achter een boom staat. Er staat helemaal geen enge vent, het is een aardige vent. Het is gestolen van Theo Maas. Maar dat geeft niet. Dus pas op, weet je wel, wat die hersenen ons voorttoveren. Nee. Het zijn meer effectiviteitsprincipes en heeft weinig met werkelijkheid te maken. Je kunt mensen ontzettend veel wijs maken en aanpraten. Als je een beetje weet van wat de culturele achtergrond is en de bepaalde streek waar ze vandaan komen, dan kun je van alles in elkaar zetten en binnen no time gaan ze dingen zien. Of voelen of ervaren. Of... Dat heb ik ook al wel eens gezegd en dat doe ik graag nog een keer. Van vroeger speelden we met energie en met entiteiten, dus dan had ik een groepje en dan waren we met dingen bezig. En dan begon ik te beschrijven dat er in de rechterachterhoek van de ruimte een entiteit, en die was dus en zo. Binnen nooit aan 8 van de 10 man namen hem waar, maar er was geen entiteit. Ik zei maar wat. Ik wou eens even kijken van hoe dat... En er waren allemaal types die waren natuurlijk daar zeer in onderlegd, al dan niet met wichelroeders. Nou, het is allemaal, ja, inderdaad. Ja. Hele verhalen. Er was helemaal niks, want er zat er een daar. Ik ben een tijdje bij een spiritueel centrum geweest. Ja, dat dacht ik wel. En er was ook, daar hebben ze dan ook zo'n krachttuin, ja. Krachtplaats. En dan is er een bos met Elohim-engelen, Merlijn en ja. Lichtmeesters. En dan kun je daar gaan zitten en dan kun je dingen voelen. Zeker. Er zitten vortexen in de grond. Dat is dus wat er gezegd wordt. Ja. En als ik daar zit, dan voel ik ook
Natuurlijk. Dat werkt iets. Natuurlijk. Maar ik kan je ook zo'n plek aanpraten en dan ga je van alles voelen. Ja, oké. Zeker als ik daar een bepaald gewaad bij aandoe en... Nou, dat was niet zomaar. Allerlei dingen erbij halen enzovoorts. We zijn zo goed gelovig, geloof. Ja. Echt. Je kunt mensen helemaal laten hipperen door een ingestraald glasje water of zo. Daar een goed verhaal bij hou. Weet je waarom reclame werkt? Omdat we zo goed gelovig zijn. Je maakt een heel lul verhaal rondom een overbodig product. You sell emotion, basically. En je gaat dat dan eten en oh man, je voelt je gezond worden. Totdat je leest hoeveel gif erin zit. Het is echt pas op, pas op, pas op. En ik snap wel dat mensen behoefte hebben aan al dat soort dingen. Maar als je eenmaal helderheid hebt geproefd, dan heb je dat toch echt 100 keer liever. Tenminste, ik wel. Mm-hmm. Dat is echt super gaaf. Magischer wordt het niet dan helder. Dan mag even naar achteren. Ik vond het wel mooi wat je zei, dus dat je zelf aangaf van, dat is voor mij de mooie realiteit. Dat ik dingen kan terugbrengen tot de proportie van waarheid. Waar ik voor sta. Maar aan de andere kant is het toch eigenlijk ook wel geweldig dat mensen de mogelijkheid hebben om in datgene te geloven waarin ze willen geloven. Als het zo goed zou doen, wel ja. Ja. Dus het is niet gezegd. Maar dat is meestal niet zo. Ja, maar dat is meestal niet zo. Oké. Ja. Maar het is ook wel gewoon een vermogen van mensen dus hebben, wat eigenlijk heel erg kostbaar is. Ja, voor die maling nemen. Voor die mensen wel, zeker. Ja. Oké. Maar ik ben daar geen fan van. Nee. Daarom ben ik ook hier. En dat is ook wel geweldig dat je daar... dat je het zover hebt gebracht dat je alles tot die proportie terug kan brengen. Dat het misschien geen enkele betekenis meer heeft. Nou... Nou, dat wil ik gewoon even in de ruimte laten. Ja. Nee, maar het punt is meer gewoon van dat... dingen die nooit betekenis hadden... Als je goed kijkt, blijken dus ook geen betekenis te hebben. En het prettige voor mij daarvan is dat je het allemaal als ballast overboord kan gooien. I don't need it. En vroeger had ik het blijkbaar wel nodig. En mensen die het heel ernstig nodig hebben om in kabouters of groene woensels te geloven, om zich beter te voelen. Please do. Weet je wel, dat maakt mij verder niet uit. Alleen, dring het mij niet op. Weet je wel, keep it out of my face. Daar is het meer. En degene die daar werkelijk echt in gelooft en vooral het nodig heeft, die zal het toch niet opgeven wat ik ook roep. Wat ik wel weet is dat door de dingen die ik roep, komen de aanhangers van de groene woensel nooit bij mij in de buurt. En dat vind ik super prettig. Nee, hou het zo. Ja, nee, dank je. Gisteren zei je misschien voor een grap ook over vrienden dat die overleden waren. Wat ja. Ik bijna erg vond. Ja, leuk hè. Maar bijvoorbeeld ook tegen Christine over dat ze bijna niet aankon. Iets van kwetsbaarheid of. Maar dat bijna niet, dat wil zeggen, dat is dat stukje. Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat ik dingen aan kan, omdat ik, ja dus dat wat je dan bijna niet, dat is iets wat heel veel pijn doet, maar als je net dat andere perspectief kiest. Yes, dan kun je het hebben. Ja. Je kunt alles hebben, dat betekent het. Ja, yes. Dat voelde ik vandaag heel sterk. Yes. En dat geldt dus voor wat Christine net zei, van intens... Liefde kunnen ervaren, je kunt dat hebben, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Pijn ervaren omdat een vriend overlijdt, dat is niet erg, want je kunt het hebben. Is oké, okay. Dat bedoel ik. En ik verwoord het dan op een manier die ik dan geestig vind. Maar... Ja, dat is mooi. Dat is het. Yes, maar dat is wat het betekent. Dat is de bevrijding ook van, en het tegendeel van vroeger, toen ik niks kon hebben, of dat geloofde, te gaan zien van nee, ik kan gewoon alles processen. Hoe intens het ook is, hoe mooi het ook is, hoe diep het ook raakt, I can handle it. Yes! En ik heb daar geen kunst en vliegwerk en rare theorieën of woensels bij nodig.
Gewoon, dat denk kan dat. Man. Ook het mooie, want vaak zit in het gelukkig zijn meteen de angst van het ook weer kwijt te raken. Ja, of dat het te sterk wordt. En dat we het daardoor maar onderdrukken of zo. Ja, te sterk wordt het alleen als je kan. Nee, omdat het te intens is. Oh. Ja. Maar ja, dat was het gevoel. Yes. Ja. Cool. Ja. Tof. Dan sluiten we daarbij af. Ja. Dankjewel. Allemaal.